voor mij is het heel belangrijk om mijn kennis en mijn passie te delen met anderen. En bijvoorbeeld de mensen die hier nu vandaag een demonstratie geven, zijn allemaal bezoekers van een aantal jaar geleden die bij mij een workshop zijn komen volgen, die nu gewoon zelf messenmaker zijn. Ik ben hier verzeild geraakt, ja, dag van de ambachten. Ergens krant gelezen of zo, denk ik. Messen altijd al interesse gehad. En dan hier toegekomen, toen was het ook goed weer. Heel lang staan kijken, ook Tim heel veel uitleg gegeven. En dan de microbe te pakken gekregen. En zo ben ik hier verzeild geraakt. En ja, ik ondersteun Tim een beetje. Tim geeft uitleg en ik geef wat demonstraties. Ik ben eigenlijk inderdaad vooral geïnteresseerd hoe dat de mensen dingen maken. En ja, ik vind dat heel mooi. Gewoon. We zijn vandaag naar hier gekomen, want wij gaan namelijk trouwen en we zijn op zoek naar een bouquet. En via mijn meters heeft ons daar hier doorverwezen. Dus op deze dag was het een perfect moment om eens te komen kijken. Dus die kans hebben we dan ook gegrepen. Waarom iets ambachtelijk? Ja, ik merk dat nu al. Je hebt een meer dichter contact met de persoon die je bouquet gaat maken dan bij een grotere winkel. En dat is veel aangenamer. En je komt samen om eens te bespreken hoe alles gaat verlopen. En dat vind ik gewoon veel aangenamer. Kenbaar te maken dat je er bent, dat je dingen doet, wat je doet. Dat zijn dingen die, ja, mond-op-mond reclame gaat wel, maar op deze manier ga je ineens een veel groter publiek aanspreken. Dus eigenlijk wel super. En ik heb nu sowieso, we zijn nu pas een half uur open, en ik heb al veel mensen gezien die ik eigenlijk nog nooit gezien heb. Dus ja, dat is een mond-op-mond reclame die op dat ogenblik veel sneller zal gaan dan gewoon de mensen die je in de cursus krijgt of de mensen die je wel kennen van ergens. We doen dat zeker al een jaar of 15 zo. We krijgen er altijd een brochuretje van en dan stellen we zo een plan op van waar dat we naartoe kunnen gaan, hoe dat we het aan elkaar kunnen linken. En nu, vandaag, hebben we gezien in het boekje dat Boudewijn meedoet. Dus wij wonen hier ook, dus we dachten, ah, we krijgen nu een keer de kans, we gaan daar zeker naartoe. We beginnen bij Boudewijn, omdat we hier wonen, en dan zo verder. Als je dat niet in voelt op je armen, hè, dat kriebelen, hè, of in je buik, hè, dan begint je daar niet aan. Maar als je dat ene keer gevoeld hebt dat dat dus werkt in je bestaan van iets te doen voor andere mensen en je dat mee te laten voelen wat dat je gemaakt hebt, dat is je ambacht. Hè. En als je dan een organisatie hebt, zoals de Dag van de Ambacht tussen Haagsjes, die dan voor u dat over het ganse land door de website gratis voor u aan de man brengen en je kunt dat en dat en dat gaan doen, dan moet er een dikke naap zijn om dat dus niet mee te doen in feite. Hè. Het is gratis voor u gedaan en je moet gewoon je deur open doen en zeggen, mensen, kom maar binnen, we willen dat voor u doen. Ja, ik vind dat geweldig. Goede initiatieven, het zijn niet altijd de grote publiciteit die je moet zoeken. Het is ook de man in de omgeving, waar je echt kwaliteit kunt ontdekken, zaken die je niet weet. En daarom altijd een interessant.